een hele goede morgen met de kijkers een nieuwe video op mijn kanaal. Voor ik wil gelijk even vertellen dat je me kan vinden op Instagram. Het is Wilmdorf, maar ook natuurlijk via. Want dan maak je natuurlijk ook mooie stories van dingen die niet opneem. Bijvoorbeeld mijn spiegels die erin komen. Achtergrond voor het post maken, voor het editen. Dus dat gaan we door. Maar ik maak ook. Ik heb ook een filmpje. Nu ga ik vertellen over wat ik vorig jaar ga maken op mijn kanaal, over dames of meiden die atletisch zijn. Maar daar ben ik natuurlijk op teruggekrabbeld, dat het niet echt per se hoeft. En waarom niet per se is dat het alleen een droom is die niet in werkelijkheid kon waarschijnlijk, maar ook misschien wel. Dus ik vond heel veel met dames leuk die niet atletisch waren. Daarom denk ik niet van joh, dat hoef ik per se. Het mag ook altijd, maar het zal wel mooi zijn. Maar ik had zoiets van waarom doen we dat gemaakt in die tijd? Geen idee. En ja, ik heb daar geen idee over gehad. En nu nog steeds niet eigenlijk. Maar daarom had ik die video maken. Over waarom. Maar waarom heb ik eigenlijk niet zo echt. Dus vandaar had ik echt zoiets van joh, ik vind het gewoon prachtig, maar niet voor een relatie. Want wat ik net vertelde is, de dames had leuk vond die het niet waren, of dat ze nog wel wat mooi vind, maar niet per se in een relatie hoeft te zijn. En respecteer als een droombeeld van iemand die ik leuk vind, of die ik knap vind, of zijn het allemaal net, of allemaal goed afgetraind. En dat is gewoon niet zo goed mogelijk eigenlijk. Het kan wel mooi zijn, maar daarom heb ik mezelf ook afgesteld. En ja, ik heb wel een beetje mijn verkoudheid een beetje in mijn stem, maar die is kus ervoor. En ja, waarom kon ik dat doen mooi in die tijd, vorig jaar en 2 jaar geleden? Dat is omdat ik gewoon echt, ja, dat gewoon mooi vond en nou echt goed ging. Dat is wel een beetje, maar nu hoeft het voor mij echt niet meer, echt meer pc. En ja, ook een verschil. Maar gewoon lang zijn, ook voegzaam zijn natuurlijk. En ik ga je ook nu niet doen, voegzaam zijn zo goed ook. Af en toe wel, bedoel. Hoe ben jij een mooi lichaam of niet? Mooi lichaam voor jezelf, dat het gewoon lief is voor mij en aardig is voor mij. Geen moeite ook niet zijn. Het mag natuurlijk wel, maar dat doet natuurlijk niet. Het is een video hoe ik moet maken voor volgend jaar. Maar ik had het een beetje zo tot op mij. En ja, daar is het een beetje aan nou. Zo doen we dat ik een heel klein video kan maken. Of hoe ik er nu over denk. Dus ik denk dat ik er een maand aantal op dit natuurlijk. Maar ja, ik had niet bedoeld. Waarom zou ik zulke dames mooi vinden? Maar het is gewoon slank of volklank om over te maken. Mag zijn maar niet mooi. Maar de volklank moet echt mooi zeggen. Wat zijn, maar ja. Van doen dat ik niet van joh, weet je, ik wil het even video maken. Dat ik al een paar keer zei net. En ja, ik zei het niet van joh. Daarom denk ik niet van joh, om even te vertellen tegen jullie. Wat ik ervan vind en wat ik er mooi van kon doen, is dat het gewoon, ik wil echt spieren ziet. Mijn voorgang is ook mooi, maar anders mooi.
kan niet goed formuleren, normaal gezien kan ik je in mijn soort niet goed formuleren. Maar tot nu toe kan ik niet goed formuleren, dat is nu zo niet. Ik vind de testvraag leuk geweest, gewoon aardig geweest. De artiesttest, die is een foutje, ik ben wel oké, maar dat is gewoon niet. Gewoon aardig nogmaals, maar ook kun ik ook over Pieterke. Het zijn allemaal niet atletisch, maar het maakt me gewoon niet uit. Ik doe er niet toe hoe het meteen eruit ziet van buitenaf. En dan denk ik af en toe wel over na. Onbewust natuurlijk ook, daar kan ik ook een gevoel over maken. Uiteraard zal dat niet wel kan, maar gewoon niet echt in dingen is voor mij. Dus ik denk van joh, wat denk jij erover dat ik dit aanzet achter je onder? In de comments hieronder en dan kan ik ook een weetjes versturen daarover. En anders kijk ik nog een beetje 55 jaar. Het is het nu al kerst, nu oud jaar voor mij. Om weer naar kerst, ik weet niet, ik heb dat gekregen. Dus ik ga een beetje werken voor het nieuw jaar, kan natuurlijk geen kwaad. Dus wil je het weer allemaal leuk, dan zet ik het probleem omhoog. Reed je om te abonneren als je nieuw bent. Video elke dag, elke zondag om 9 uur een nieuwe video. Dus dan zeggen we dan wel tot de volgende.